6 op de 10 Nederlanders dan wil dat religieus onderwijs wordt afgeschaft. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond naar aanleiding van het negatieve nieuws rondom islamitisch onderwijs in ons land. Nou, ik vind het onnodig eigenlijk. Ik heb helemaal niks met geloof en dergelijke, dus voor mij hoeft het niet. Ik ben eigenlijk wel voor gemengd onderwijs, eigenlijk voor alle geloven door elkaar. Nu ben ik zelf grootgebracht op een Rooms-Katholieke basisschool. En in de praktijk werd er heel weinig gedaan aan het Rooms-Katholicisme. Wij hebben dat natuurlijk via scholen en dergelijke gekregen en dat lijkt me niet zo goed. En waarom niet? Omdat ik diezelfde ervaring heb, de dwangmatigheid daarvan. En je weet niet aan wie je je kinderen blootstelt in zo'n school. Ja, niet echt een groot voorstander, maar als ze daar behoefte in hebben, dat vind ik wel prima. Als het maar goedschiks is, hè? Niet van die rare dingen van als je homo bent, dan moet je kop eraf of je moet dit of dat. Dat zijn we niet voor, hoor. Ja, Wiert, we horen hier dus wat mensen hun mening geven. 6 op de 10 Nederlanders wil dat al het religieus onderwijs wordt afgeschaft. Jij spreekt natuurlijk als verslaggever veel mensen in het land. Wat zegt dat aantal jou? Nou, dat deze mensen zich vooral zorgen maken over recente berichtgeving. En dan, die gaat dus over de indoctrinatie op islamitische informele scholen. Dat zijn zeg maar bijles bij moskeescholen, maar ook in het islamitische basisonderwijs, waarvan een deel zo ultra-orthodox is dat daar allerlei waarden worden gepropageerd die indruisen tegen onze normen en waarden en tegen de westerse rechtsstaat ook. Bijvoorbeeld ongelovigen die zouden moeten worden gedood. Hè. Dan krijg je zo'n multiple choice vraag, hoe moeten ze dan worden gedood? Nou, dan is er optie 3 met het zwaard, dat is dan de beste optie en zo. Mensen hebben dit natuurlijk gehoord de afgelopen weken en die denken, oh, nou ja, als dit een gevolg is van de vrijheid van onderwijs of religieus onderwijs, dan moeten we het